Jullie zien me niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Nieuwe dag. Volle zon. Konijntjes. Eehoorns. Allebei. Dan even kijken of we wat wifi of in ieder geval wat internet kunnen vinden om voor mij in ieder geval mijn eerste video op te kunnen laden. En your first vlog, right? Ja, second vlog is almost done. Kijk eens aan. Het is even wat werk gedaan als een keer. Normaal gesproken loop ik voor met het editen van de vlogs. Nu is het eindelijk gezegd, het is een keertje. Ik ben nog niet erg onder de indruk van deze verbinding. How do I right click? At the right side of your button. Yay! Normaal gesproken ben ik niet zo heel erg wanhopig als het gaat om internet. We hebben sales zichtbaar gewoon bij KPN van het hotspot gekocht voor de, in ieder geval vandaag tot aan wat ik voel, over 4 dagen. Dus ja, zoals je zag, het is niet heel erg snel. Dus we gaan zo meteen vragen of we achter de balie ons op mijn MacBook kunnen neerzetten eventjes. Dat het kan uploaden. In de tussentijd gaan we waarschijnlijk eventjes, maar niet even zwemmen ofzo. Nou, in ieder geval props naar Landelijk Beamparks in Brabant. Ik mocht mijn MacBook even achter neerzetten, dat ze het even opletten. Het is net, kunnen wij niet naar de buitenlucht. Should we walk around the park? Ja. Cool, even kijken, want het park is echt hartstikke mooi. Je ziet het niet zo erg, maar het is behoorlijk groen en zo. Dus even kijken wat meer in huis heeft. Let's play some Angry Birds, sir. Zullen we jou lanceren? Can I shoot you? Oh, we should shoot Bob. Bob is nasty. Oh, let's put Bob in there. Oh, yeah. What happens if you put Bob in there? I think people freak out. Hashtag swag. Normaal gesproken ben ik niet zo van het swag woord, maar... Wat ben je dacht? Ik ben wel iets te goed met mijn bril. Ja, Sarah zei het al op haar vlog van we hebben onze spullen meegenomen. Camera's en zo. Alleen we hebben nog niks gedaan. Ik ga op vloggen daar naartoe. Ja, het is een beetje zo'n moment of zo'n gevoel van... We zouden wel kunnen filmen. Maar we hebben eigenlijk geen zin. De wifi is zo verschrikkelijk slecht dat we dus met heel veel geluk eindelijk een video online gekregen hebben zojuist. Enfin, dus straks zeg maar. Het heeft een goede 5,5 uur geduurd. Dus we hebben besloten om wat anders te doen. Dus we gaan vanavond naar de bioscoop. We gaan naar Expendables 2. En we hebben voordat we weggingen, zondagavond hebben we namelijk deel 1 gekeken. Want Sarah had hem nog niet gezien zeg maar. Moet lachen. Dat was leuk! We zijn hier geweest. Toen we hem al parkeerden bij het park. Letterlijk 2 seconden hier geleden. Om even te checken op mijn mail en zo. Konden we niet. Konden we geen kaartje bestellen. En we waren al. We moesten iets belangrijks naar te regelen tussendoor. Dus ik had zoiets van. Ja, laten we morgen maar gaan. Of zaterdag even kijken. Of vrijdag. Of misschien wel. Maar we hebben Sarah haar vlog in ieder geval geüpload. Die is online. En. We gaan nu weer de lange reis van een goede 2 minuten, nog een seconde of 30, terug naar ons huisje maken. We gaan lekker rustig aan en we gaan lekker op ons gemak Doctor Who kijken. Yeah! In ieder geval, we zijn nu bij aflevering 6 of 7 nu, zoiets. Omdat normaal gesproken zou ik gewoon in 1 stuk doorkijken. Maar ja, niet iedereen kan dat. Sarah. Bye! Bye.